Zo. Even de pagina verversen. Vlog 80 alweer. Ontspannen zondag. Lekker rustig aan doen. Welkom weer bij vlog 80. Het gaat snel. We zijn bijna bij vlog 100. Wat wil je nog meer? Ja, lekker een rustige zondag. Wat we doen vandaag is niks. Misschien later sporten. Maar vooral voor rust pakken. Weer focussen op het pakken van rust. Goed weer het slaapritme oppakken. Want dat gaat niet altijd goed. Soms slaap ik te laat of te lang, weet je. En dat is gewoon niet prettig. Meestal slaap ik te kort. En dat is heel vervelend. Dat is heel vervelend. En wat je dan krijgt, heb je slaaptekort. En dan moet je werken of wat dan ook. Dan ben je gewoon vermoeid, weet je. En je vergeet heel snel dingen. Het is gewoon heel irritant. Ik heb daar vaak last van. Ik moet er echt even aan werken. En dan... kom ik heel oververmoeid over op werk. Of waar dan ook. Weet je, dan ben ik gewoon moe, slaaptekort. Echt vervelend. Dat is wel een probleem dat me al jaren achterna zit. Heb ik wel echt last van. Dat ik gewoon tekort slaap. Of dat ik gewoon geen goed ritme heb in mijn slaap. Echt irritant. Of dan slaap ik wel goed. Maar ik slaap altijd goed. Dat is wel lekker. Ik slaap altijd goed. Dat is heel lekker. Ik kan ook overal in slaap vallen. Heel gek hoor. Heel gek. Het is gewoon vervelend, weet je. Je wil gewoon uitgerust, productief aan de dag beginnen. Fresh in die gimma, weet je. Gewoon verzorgd, productief. Maar als je moe bent, vermoeid, het gaat gewoon niet lukken. Weet je, het gaat gewoon niet lukken. Of je moet volgende dag weer vroeg werken. Of je bent laat gaan pitten vanwege... vlogs editen of werken of je komt laat thuis of je gaat eten of wat dan ook. Weet je? Is heel vermoeiend. Is heel vermoeiend. Maar goed, ik werk eraan. Ik werk eraan. Ik heb gelukkig geen stoornis of zo of wat dan ook, weet je. Geen ziekte. Om het af te kloppen. Maar goed, er wordt aan gewerkt. Er wordt aan gewerkt. Ik wil in het dagelijks leven gewoon niet vermoeid overkomen, weet je. Ik wil gewoon productief zijn, gewoon energiek, gewoon mijn ding kunnen doen. Concentreren, weet je. Niet snel dingen kunnen vergeten. Ik wil gewoon scherp voor de dag komen. Fris voor de dag. Daarom werk ik eraan en breng ik meer structuur in die planning. Meer structuur. Moet wel. Anders ga ik dit elke keer hebben, man. Elke keer verzwakken of kort slapen. Wat dan ook, weet je. Lui overkomen. Of niet geïnteresseerd. Ja, ik hou daar niet van. Ben niet met dat. Maar natuurlijk, zoals je weet. Ik hou van veel te sporten. Weet je, 4 keer is de norm. 5, 6 keer haal ik als het uitkomt in de week, want ik heb het gewoon druk. En als je niet goed uitgerust bent en je gaat sporten, het gaat niet werken. Dat heb ik al vaker gemerkt in het verleden. Geef ik 70, 80%. Het gaat niet werken. Weet je, dus ik ben gestopt met het voor de gek houden van mezelf. En ik heb maatregelen getroffen van zo gaan we het doen. Continu rust pakken, weet je. Proberen beter de planning te maken, zodat ik vroeg kan gaan pitten. Al mijn shit op tijd regelen, voor mijn tas inpakken voor de volgende week of wat dan ook. Ik geef maar een voorbeeld. Maar dat moet gewoon beter geregeld worden. Want anders heb ik weer het probleem dat ik te kort ga slapen terwijl ik vroeg op moet. En dat is echt vervelend. Weet je, dan ga je momenten zoeken overdag om te pitten, terwijl je dan had kunnen sporten of wat dan ook. Maar goed, we zijn onderweg. Weet je, we werken eraan. Ik ben ook maar een mens. Weet je, ik ben ook geen robot. We werken eraan. We doen ons best. Maar het blijft een lastig verhaal voor mij. Het blijft een vervelend verhaal. Maar goed, alle vervelende dingetjes terzijde. We werken eraan. Wordt aan gewerkt, weet je. Zoiets los je niet in 1 dag op. Dat moet je goed plannen. Overzicht bewaren. Beleid. Goed plannen. Goede, serieuze afspraken met jezelf maken. Dan komt het wel in orde. Ik heb daar soms wel moeite mee. Want dan komt er weer iets tussen waarbij je de planning moet verschuiven. Maar we zijn onderweg. We doen ons best. Kan ook zijn dat jij er last van hebt. Weet je, dat je gewoon tekort, dat je vaak tekort bent en dat je vermoeid overkomt. Dat is heel vervelend, heel vervelend. Maar goed, daarom zeg ik, blijf goed plannen. Weet je, daarom heb ik ook een fysieke agenda. Heel handig. Hierin noteer ik alles. Allemaal belangrijke gegevens. Heerlijk. Mooi overzichtelijk. Maar toevallig. We zijn bij mijn verjaardag. Grappig.
Ja, heel handig, een fysieke agenda. Heel handig. Kun je alles innoteren natuurlijk. Is niet zo duur. Je vergeet zo geen afspraken, weet je. Alles wordt goed geregeld. Je houdt je duidelijk aan de planning. Er is beleid. Dan weet je van, oké, ik moet zo laat daar zijn. Heel handig. Heerlijk. Dus ja, wat we gaan doen deze zondag is een beetje de week voorbereiden van volgende week. Vandaag is ook Ajax Feyenoord. Kijken wat Ajax gaat doen. Even de punten pakken. Important. Tegen die Rotterdammers. Moeten we hebben. Spelen thuis. Arena. Dominant. Moet wel. Voor de rest, ja, wat er staat op de planning volgende week. Werken, trainen, voetballen. Wat nog meer? Ja, misschien wel acteeropdrachten. Misschien moet ik op set zijn bij GTST. Ik weet het allemaal niet. Maar werken en sport is wel een feit, weet je. We moeten bezig blijven, productief blijven, weet je. Goed blijven voorbereiden voor het nieuwe jaar ook nog. Het is al bijna november. Vanaf volgende week donderdag is het al november. Het gaat snel, dan nog een anderhalve maand. Dan is het alweer 2019. Zo. Ja, het gaat snel hoor. Het gaat snel. Wat zijn jouw plannen met oud en nieuw of kerst? Zover ben ik nog niet hoor. Nog geen idee, maar dat zien we dan nog wel. Ik was gisteren trouwens nog bij Big Bro Jari. Goede jeugdvriend, man. Ik heb die jongen echt gemist, man. Zou dat naar Jared. Oftewel LGC Bird. Oftewel Birdenovic. Zo heet hij op Xbox Live. Ik heet Spankanovic op Xbox Live. Als je Xbox speelt, even voeg me toe, hè. Ed Spankanovic. Ed Spankanovic. Gewoon mijn YouTube-naam, joh. Ik speel af en toe Xbox, niet zo vaak meer. Maar ja, ik was bij hem, man. Was leuk. We hebben nasi gegeten. Ik ben benieuwd, ja. Echt, hè? Kokjari. Chicken met nasi. Jullie zien het. Jullie zien het. Maar ja, je hebt gekookt. Daar gaat het om. Ik weet niet of dit... Bruh. Wat, Womatten? Hij kan gewoon niet uit. Hij had het klaargemaakt, hebben we even gechapt, even gesproken. Ik heb hem lang niet gezien, toch? Verder hebben we gewoon gechilled, van Tom en Jerry gekeken, van nostalgie opgehaald. Leuke tijd meegemaakt met die jongen, man. Ook veel meegemaakt met hem. Ik zal altijd naar hem om blijven kijken. Belangrijke jongen ook in mijn leven. Belangrijke Mattie, heel belangrijk. Jari, ik zie je, jongen. Shout out naar jou. I see you, fam. Ja, man, leuke avond, leuke zaterdagavond gehad. We hebben veel gelachen. Dus ja, goed om te zien dat het wel weer goed met hem gaat, weet je. Iedereen zit in de struggle soms, iedereen zit in de moeilijke tijd. Iedereen maakt dingen mee, iedereen heeft bagage, weet je. Ook ik, weet je. Iedereen heeft het, is normaal, is menselijk. Is menselijk. Weet je, ik ben ook niet, te moeilijk om naartoe te geven of zo. Het is gewoon zo, leven is gewoon zoals het is. Er komen dan leuke kerstvlogs aan. Sowieso. Dat zeker wel. Ik heb dit jaar ook helaas niks gedaan met Halloween. Dat wilde ik ook nog zeggen, ja. Ja, balen, man. Want ik zou je eigenlijk meenemen naar... Walibi. Halloween Fright Night. Maar is hem niet geworden, man. Sorry, man. Sorry, hè. Sorry, hoor. Ja, ik moest werken. Ik heb geen weekend vrijgehouden. Geen dag ook. Heel stom. Vandaag is de laatste dag. Jammer. Maar ik beloof je, volgende week. Volgend jaar zijn we erbij. Zeker wel. Sterker nog, ik ben niet eens uit geweest of zo met Walibi Halloween. Deze maand, oktober. Helemaal niks gedaan. Jammer. Lekking. Echt lekking. Maar goed, volgend jaar gaan we het anders aanpakken. Dat beloof ik je. Als ik mijn belofte niet nakom volgend jaar, kun je deze vlog terughalen. En dat beloof ik je persoonlijk op een tractatie. Zeker wel. Maar we gaan wat creatiever worden in de velden. Wat creatiever. Weet je, wat productiever op het gebied van vloggen. Want ik ben ook maar een upcoming vlogger. Allemaal nieuw voor mij, hele omgeving. Moet wel wat meer energie erin steken. Maar dat gaat lukken, zeker. Ik heb er vertrouwen in. Gaat allemaal lukken. I got this. Ik had Jones nog gesproken afgelopen vrijdag. Ik ging zaal voetballen met hem en met wat andere mannen. Finna en zo, Jawin. Al die mannen. En wellicht komend weekend ga ik met Jones gymmen. We moeten hem even connecten, van meeten. Van hoe laat waar. Of hij naar Amsterdam komt of ik naar Purmerend. En dan gaan we gewoon gymmen, man. Of niet Jones. Shout out naar Jones, man. Blijf die man zien, jongen.
Ja, pak me. Moet ik het weer doen? Hé, hey, ik ga Jones opzoeken. Flik het niet. Sorry, man. Hé, hey, sorry, man. Sorry, hè. Hey, sorry, man. Voor de rest voel ik me wel goed. Voel ik me wel goed. Goed in mijn vel. Ontspannen. Weinig gesport deze week door drukte. Maar het gaat allemaal lukken. We gaan het allemaal inhalen. Het komt goed. We gaan niet te pil... We gaan niet te pil... Te pil? Wat doet deze man? Ai, opnieuw. We gaan niet te veel praten. We gaan het uitvoeren. We gaan het doen. Ik heb dit. Moet lukken. Moet lukken. Nou, bedankt voor het kijken. Dat je weer je tijd hebt geïnvesteerd in mij. En in deze video. Er komen leuke dingen aan. Leuke projecten. Vooral als het kerst wordt. December. Sinterklaas. Wat gaan we doen? Ik weet ook niet wat we gaan doen. Ik heb tot nu toe geen plannen. Gewoon werken hoor. Daar niet van. Maar dat zien we wel als het zover is. Was me genoeg om je weer te zien. Ververs even die pagina met me. Kom, kom. Wel? Ja? Ai. Tot de volgende keer. Ciao.